God. Vastbesloten ook een goede vondst te doen, heb ik een afspraak met een makelaar. Zij zal mij een huis tonen dat amper 52.000 euro kost. Ik ben Kara. Hallo, ik ben Femi. Hoe zit het met de vastgoedmarkt in Hongarije? Heel erg in opkomst. Het klimaat is hier dus heel erg droog. Warme zomers. En in tegenstelling tot Spanje kun je dus echt hier nog voor weinig geld veel kopen. Onder andere dit huis. €50.000 voor een huis in Hongarije. Wat heb je daarvoor? Je komt binnen in een hal. Dan heb je een eerste kamer met die mooie tegels. Een tweede kamer met die authentieke kachel. Een derde kamer met houten meubels. Nog één daarachter. Als je terugloopt, kom je nog in een kleine keuken en een kelder. Buiten een hele grote tuin. Nu, bij ons €50.000. Ik vermoed een garage. Het is een moment, denk ik. Een eindje verderop in Zentifaan vind je nog een huis met 3 slaapkamers op 1700 vierkante meter voor €44.750. En nog een tweede op 1300 vierkante meter terrein, ook met 3 slaapkamers voor €68.000. Dan kan ik er niet onderuit. Naar goede gewoonte trakteren Anita en Patrick hun gast, mij dus, op een avondje onvervalste Hongaarse traditie. Pálinka, dansen en goulash. Ik was nog nooit in Hongarije geweest, maar ik moet zeggen dat het mij zeer goed is meegevallen. We gaan een beetje terug in de tijd, maar dat heeft ook wel zijn charme, hè? Ja, zeker vast. Absoluut. Is jullie levenskwaliteit er nu op vooruit gegaan, nu dat je in Hongarije woont? Ja, absoluut. Ja, het is anders leven, het is ook werken, maar het is anders werken. Het voelt niet echt aan als werken. Nee, en we hebben meer tijd voor elkaar. Meer tijd voor elkaar. En dat was toch ook de bedoeling. Hè? Ik wens jullie nog heel veel succes met alles wat jullie doen, vooral de renovatiewerken aan jullie privéwoning. Ja, en alle plannen die je nog hebt met de Bed and Breakfast en anderen. Ja, dank je wel. Dank je voor deze fijne dagen.